Hey, goeiedag en welkom in mijn Fall Space. Ik sta met een baie bekende gezicht hier langs mijn Christel, persoon van OVK, en ons praat bietjie oor Bloemskou en hulle betrokkenheid. Christel, lekker om jou te gesels. Is altijd lekker om julle te sien, Dennis. Het is heerlik in Bloemfontein, ons is hier bezig in die herfst, is daar is baie lekker gematig, aan is een bietjie koel, maar het is lekker om weer Bloemskou te kan bywoon, is het nie? Ja, ons is ongelooflik opgewonden om weer terug te wees bij Bloemskou. Je weet, ek sê, die hele land is uitgehonger vir hierdie type goed, en dis regtig voorrang om terug te wees, skouers te skuur met mense, die uitstallers weer te sien hoe mense regtig opgewonde is om weer terug te wees by die Bloemskou. So ja, geweldige voorrang vir OVK ook om deel te wees van Bloemskou. Die belangrike rol wat landbou in een gemeenskap speel soos Bloemfontein, ja, daar is een klomp ander uitstallers hier tussen in die Eman Otto is hier, en een klomp van die groter prentjie, maar op einde vandag is Bloemfontein een landbou stad. Ja. En we staan uit landbou uit en is landbou groot deel wat mekaar dra, so om betrokken te wees by so iets, is eindelijk, ons kan eindelijk sonder dit nie. Ja, ek dink as ons net om ons kyk waar ons nou staan, dit is een landboukern op hierdie stadium, en ek dink al die nationale kampioenskappe wat terug is, die competities wat weer aan die gang is, dit skep een opgewondenheid en een verwachting. Ek dink ons het een goeie reenseisoen, so die ouwens is regtig opgewonden, vooral die ouwens wat in vee is, dink ek kan nie kla nie. So ja, dit is regtig een voorreg om terug te wees, en ek dink dit is nodig vir landbou ook om weer hierdie blootstelling te hê. Julle is nog baie betrokke by die skaapafdeling, by die wolskou natuurlijk. As jy kyk na die mense is daar wees om te skeer en te klas en te gaan en dan met die bal dra. Wol is iets wat julle fokus, iets wat julle meer op wol fokus as ek reg verstaan. Ja, weet jy, ons OVK is werklik baie divers, maar ons vesel, ons natuurlijke vesels, bokhaar en wol is vir ons geweldig belangrik, ons producente is vir ons geweldig belangrik. Dit is een uitvoerproduct, dit is een spogproduct van Suid-Afrika, en soveel te meer as het ons kliëntebasis is. En dit is net die goedjies wat ons weer doen om bewusmaking te skep van OVK's betrokkenheid in die vesel. Ja, ons beskop nou weer af in die veilingseisoen, en het is natuurlijk in die veekant is dit heel belangrik, en is ook iets wat OVK prestasie wegkom, en julle doen ook een groot aantal hoeveelheid vee, en dan natuurlijk borg julle ook geklom van hierdie veeskouwe ook hier. Ja, weet jy, dis weer eens is het ons krities belangrik om betrokken te wees by die kampioenskappe, baie van ons kliënte neem deel, en jy kan nie betrokken wees nie, so dis vir ons ook een spokstuk om betrokken te wees by verskillende van hierdie kampioenskappe, skouwers te skeer op vele vlakke, en ook weer om verhoudings te bou. Ons is in die besigheid van verhoudingsbou. Ja, Christel, baie dankie. Dankie. En soos julle sê, mens werk beter saam, so kom ons doen dit. Saam bereik ons meer, verseker. Goed, Christel het om, en die sal al die pad van Bloemskou af, maak seker die kom hier uit, hier is nog baie om te doen, baie om te sien, en uit die naweek kan ek gaan definitief een hoogtepunt op die kalender wees, en ek is bitter lekker vir my, om hier by Bloemskou en OVK uit te hang. Tot die volgende keer, tot ziens.